Daarom vloeiend 7 talen. Net niet. Er was gevraagd ook een Twents. Komt nog. Komt nog. Nou, Samuel, allereerst van harte gefeliciteerd met je hattrick. Dankjewel. Vooral het eerste en tweede doelpunt waren van grote schoonheid. Absoluut. Ik wist niet dat je nog zo snel was ook. Voor langs de lijn. Ja, ja. En door het midden. Ik heb de wedstrijd op televisie gevolgd, want het was er helaas niet live bij. Mijn laatste wedstrijd was thuis tegen Pek Zwolle. Dat was wat minder. Maar dat zijn we alweer vergeten. Daarom. Ik sta hier bij de moeder van Erwin Letten. Ja. Hoe is het om hier te zijn? Nou, prachtig. Ik had nooit zoveel mensen verwacht hier vanmiddag. En ik ben een beetje laat. En ik heb er helemaal de tijd niet in de gaten kunnen houden. Want ze zouden mij ophalen met de taxi. En die taxi die kwam niet. Dus toen moesten wij iemand anders hierheen brengen. En zo ben ik hier gekomen. Maar u bent toch gekomen. En u hebt ook een hele prachtige handtekening van Armenteros. Voor wie is die? Die is voor een, ik zit op de karakiet. Waar de oude mensen zitten. En die vroeg mij of ze een handtekening mee wil. En die is ook al 85. Die was helemaal idioot. Van... Ik heb gisteren ook naar de voetbal gekeken. Dus ik ben echt een voetbalfan hoor. Als ik een keuze moet maken. En ze zijn allemaal prachtig. Dan denk ik dat ik hier voor ga. Ja. Waar komt die thuis te hangen, dat prachtige schilderij? Nou, ik ben bezig met een museum thuis. Waar ik dan dingen uit mijn carrière mag delen. Shirts die ik heb gewisseld en vrienden en mensen die ik... veel spelers, veel wedstrijden waar ik dan shirtjes heb geruild, et cetera, waar ze dus komen te hangen. Prijzen. En dingen waar je na je carrière terug naar kan kijken en herinneren die plekken die ik dan in de wereld heb mogen zien en heb mogen meemaken. En daar gaat hij zeker een plek vinden. Ja, en mag ik nog vragen, dat wordt een heel museum volgens mij. Ja, inderdaad. Ik ben ermee bezig, dus het is nog niet af. Maar dat is in ieder geval, dat wordt behoorlijk wat, want ik heb een stuk of 260 shirts op dit moment. Mogen ruilen. En dus het wordt een hele museum. Misschien gaan ze een plafond hangen. Op de muren heb ik geen plek. Ja, want dat wordt een hele grote ruimte om te bedekken met die shirts. Je moet misschien wel verhuizen. Ja, we zijn bezig daarmee. Dat is een grapje. We zullen zien precies van hoe of wat. Maar ik ben ermee bezig. Dankjewel. Wat vindt u van de schilderijen? Ik vind ze al drie prachtig hoor. Ik vind het sowieso een kunst. Hoe ze zo iemand neer kunnen zetten op papier. Dat vind ik echt geweldig. Ja. Maar niet op papier, op het doek dus? Op het doek, ja. Voor mij is het papier, doek. Ja, voor mij is hetzelfde. Maar... En welke zou uw keuze zijn? Die links, deze. De linkse? Ja. Ik wist niet van wie het was, hoor, maar achteraf was het van mijn schoonzus. Dus, maar ik wist niet dat zij hem geschilderd had. Dus dat was wel grappig. En gaat u nou ook bieden op de schilderijen die erover zijn? Nou, nee, dat ook weer niet. Nee. Maar misschien iemand anders aanraden? Ja, wel. Ja, dat wel, ja. Maar ik zou dat ook sowieso voor die kiezen, ja. Dat zou ik wel... Als ik geld moest bieden, zou ik daar wel 500 euro voor hebben, maar...